Pierre Verdi, die een Franse symbolist is, die zei: Le poète est un four à brûler le réel en réalité. En dat heeft mij altijd geboeid om die transformatie te doen. Die tastbaar is niet met deze vingers, maar de vingers van de ziel. Kunnen we van kunst behang maken? Honderd jaar geleden was er een veel grotere samenwerking tussen kunst en design. Daarom ben ik zo geïnteresseerd in die ontmoeting met kunstenaars. Ik heb ook het huis van de burgemeester Mazureel nu gerestaureerd. Ik noem dat een VIP-house die gaat ingericht zijn met een interieur van de jaren 30. Om daar een sfeer te gaan creëren, om ook interessante dialogen te hebben. Mazureel is niet alleen dromen, het is ook technologie. Maar ik heb blijkbaar de twee altijd aangetrokken geweest door de twee elementen. Een bedrijf moet ook zijn filosofie hebben. Wij hebben dat onder de vorm van een driehoek, waar dat we drie elementen naar voren brengen. En dat is kunst, natuur en de roots. In 1850 is de industrialisatie begonnen. En de familie Mazureel, dat waren eerboeren. Die waren ook burgemeester en die wilden mee zijn met hun tijd en ook een stap in de industrie gaan zetten. Dan zijn ze begonnen met het vlas, het roten van het vlas. En in 1900 hebben ze begonnen weven. In 1937 zijn ze begonnen verven. En ik ben begonnen in de jaren 80 met het behang te maken. Mazureel heeft een belangrijke hedendaagse kunstcollectie. Van die collectie gaat van 1910, de geboorte van de abstractie, tot op vandaag. In feite bestaat er een dialoog tussen de werken. Er zijn werken die dan meer op duurzaamheid gaan, of op politiek vlak, of op psychologisch vlak, enzovoort. En het derde is de natuur. Ik denk dat wij allemaal de natuur nodig hebben, daarom is duurzaamheid zo belangrijk. Ik denk wij als industrieel dat we daar moeten op nadenken en proberen alternatieven te vinden van PVC. Dus wij hebben iets nu op punt gezet die een perfecte alternatief is, maar dat er geen solventen zijn op waterbasis. Het is zeker een product voor de toekomst. Als u die drie samenbrengt, creëert dat een bepaalde passie. En die passie helpt om die transformatie te doen van reëel naar realiteit. Ons werk is ook emotie creëren. Als u een collectie maakt, spelen met kleuren en tekeningen en materie. En het is door die samenwerking van die verschillende elementen dat u tot een emotie kunt komen. De ruggengraat, noem ik dat, is de tekening zelf. Een collectie neemt altijd toch een paar maanden. En het is nooit af. We willen altijd verder gaan en hoe meer dat we aan werken, hoe beter dat we het thema gaan voelen. Ik ben heel tevreden van de sfeer die heerst in de firma. Het heeft voldoening van een ploeg te vormen
een samenwerking samen. Het is een samenwerking tussen hardware en software. Dus ze moeten de twee hebben. Dus ze moeten het in de vingers hebben, moeten het voelen. En mensen met enorm veel ervaring. Dus in feite hebben we enorm veel talenten en veel mensen om het te kunnen verwezenlijken. We zitten in een zeer hoog niveau. Van behang denken we dat we in de leiders zijn van technologie van het behang. Je wilt altijd een stap verder gaan. Het is door de producten, de machines, de mensen. Het is een proces, het is een evolutie. Maar we geraken nooit waar we echt willen komen. We leven maar één keer en ik denk dat we moeten proberen naar kwaliteit te gaan. Kwaliteit van leven. Ik spreek nog niet van het product, van de levenskwaliteit.